dan, dat zijn de bitjes wat er binnenin zitten. En dat is heel erg gezond, passievrucht. Hallo, ik ben Sophie. Ik heb net Eline wakker gemaakt en Eline is soort van mij. En ik zit nu in haar oudere kamer. Dit was haar oude bed. Ik hoop dat Eline deze film leuk vinden. En volgens mij komt ze er nu aan. En ik wou nog heel graag iets laten zien. Ik heb gewoon in mijn cutie hempje geslapen. En in mijn leuke sterrenbroek. Yeah. Met een leuke poesje. Poes, miauw. En dat is er dus leuk aan. Dat. Je is gewoon gezien van mij. En ik vind het wel leuk bij Lina. Dus mijn zus, mijn stiefzus dan. En volgens mij komt Eline er nu aan, mijn zus. Tuurlijk. Wij zijn alle twee beroemd, want wij staan op YouTube, dat weet je wel. Je hebt mij toch eerder gezien? Nou, als je me niet eerder hebt gezien, dan kijk dan op Sophie Lohman, Eline Lohman. Dan zie je misschien mijn filmpje. Doei! Hoi, ik ben Sophie en je hebt het toch wel eerder gehoord over Sophie Lohman. En ik kan niet laten, maar Sophie Hallo man. Ah, hey, ik ben Sophie! Wat knap dat je dat hebt uitgevogeld. Goedemorgen, hier ben ik weer. En Eline is net teruggekomen. Je hebt wel gehoord over hoe je naar ons kan kijken. Over Sophie Lohman, Eline Lohman. Zo heb ik het altijd uitgeprobeerd. En dan zie je gewoon de filmpjes van Eline. En van Michiel en van Jeffrey en van mij. En we zijn alle vier soort van beroemd, want we staan op YouTube natuurlijk. En dat wou ik je heel graag vertellen. Doei, tot de volgende keer. Tot ziens. Dat leuk. Oh, cutie Simbi. Nou, ik ben zover. Ik ga met papa op de scooter naar de winkel. Ik ben nog nooit met papa op de scooter geweest. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het. Ik ben soms een beetje bang voor scooters. Omdat ik een keer bijna onder een auto ben gekomen met een vriendin. Dus ik hoop dat deze rit beter gaat. Kijk papa met zijn coole scooter. Lekker bruine broodjes. En ik ga ze bij het jam eten. Aardbeien jam. En we hebben passievrucht van de Lidl. Was je daar goedkoop eigenlijk? Dat ga ik ze misschien ook een keer halen. We hebben wel een Lidl. 1,50 of zo. Oh. Ik dacht dat er helemaal nog een kaas had gevolgd. 3 voor 1,50. Dat is best goedkoop. Bij de Jumbo zijn ze echt voor 2, soms bijna 4. Nee, voor 4 voor 5 euro of zo. Dat is belachelijk. En deze heb ik meegenomen. Straks mijn hele kaart vol met Dit is passievrucht. Hele kleine pitjes zitten erin. Als je goed kijkt, zie je hier zo hele zwarte dingetjes erin. En dan, dat zijn de pitjes wat er binnenin zitten. En dat is heel erg gezond, passievrucht. Goedemiddag! En het is nog zelfs een hele grote, zulke grote. Echt heel groot voor een mens hoor. Nou, heel groot voor een
van die vruchten zo. Ja, ze zijn wel heel groot. Ja. En hier ook nog lekkere passievruchtjes. En dat was mijn video. Doei! Ik wil, ik neem nog een zo'n hele grote passievrucht. Kies voor deze mooie grote. Hele mooie. Feit, ja. Ik dacht dat je wou zeggen, neem nog een grote mooie passievrucht voor deze grote mooie mij. En nog heel veel op beeld. Wat wil je op beeld? Nee, ik hoef niet. Ik ben ook camera-schuw. Ik kan het niet tegen. Ik ga me heel raar gedragen. Daar, die heeft een broodje met jam. Aardbeien. Een vegan broodje. Een vegan. Dat klinkt echt niet mooi. En dit is Eline. Dat wat je gelet. Ja, vegan klinkt echt als een en dit ben ik. En dit was mijn video. Doe het maar. Mooi hoor. Oké. Nou, we hebben net patat gegeten bij de Pandaria. En nu zit Sophie in een draaimolen. Super schattig. Nou, inmiddels zitten we in een soort, het is geen sumo, het is Yuhachi. Yuhachi. Een lekker Japans eten. Ja, het is wel heel lekker hier. Met papi en Gili en Sophie. En we hebben net Polaroid foto's gemaakt, of course. Super leuk met de familie. Ik ben toch wel heel blij dat ik dat ding meegenomen heb. En ik ga nu lekker avocado sushi eten. Crispy, die is volgens mij ook voor mij. Nee, voor mij. Ik dacht dat hij voor mij was. Maar ik had hem ook besteld. Nee, dat is eentje besteld voor 40. Die heb ik besteld. Nummer 40 is één keer besteld. Crispy. Die heb ik besteld. Ik weet het echt zeker. Eline, ik kan het je 100% zeggen. Oké, rustig. Ik vind het niet super erg. Ik kan er ook gewoon, we kunnen het ook delen. Ik kan er eentje nemen. Wow. Heftige discussies om sushi. En ik heb avocado. Ze staat te vloggen. Ze staat te vloggen. Lekker eten. Hoi, ik ben inmiddels weer thuis. Heel gek, want het voelt dan net alsof Jeff er is. Want meestal kom ik dan zondagavond thuis. En dan, als ik bij papa ben geweest, en dan ja, is Jeff er ook. Maar nu niet, omdat het zaterdagavond is. Dus Jeff is net klaar bij zijn ouders met werken. En ja, dus dat is wel gek dat Jeff er nou niet is. Ik ga even een was doen met mijn werkkleding. Ik moet morgen weer vroeg op. En dan ga ik ook nog even mijn tas inpakken, want ik ga ook bij mijn moeder slapen morgen. En ik ben heel blij dat ik al vlogs vooruit heb gewerkt. Happy me. En ja, dat is eigenlijk wat ik ga doen. Ik heb nog 2 foto's gemaakt toen we uit eten waren. Super leuk. Even kijken. Deze. Even kijken. Met z'n viertjes. Super leuk. En nog eentje met z'n drietjes. Super cute. En die komen ook aan mijn lijst. En dan ga ik nog even een tekstje bijschrijven. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik sluit hem toch hierbij af, sorry. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje en tot morgen. Doei!